sta hier met Huib Sneep, nou, toch al de bomen-expert van Schiedam. Nou, wat vindt u ervan dat hij de onderscheiding heeft gekregen? Ja, een hele bijzondere verrassing. Ik moest de eerste dag wel echt aan wennen aan het idee. Maar ja, naarmate de dagen vorderden en deze dag eraan kwam, dacht ik, ja, dat is toch wel heel leuk. En vandaag vind ik het helemaal prachtig. Want u vindt het toch wel een mooie erkenning voor uw werk, neem ik aan. Nou, dat laatste niet eens zo, want ja, dat is mijn eigen intrinsieke motivatie. Maar wel gewoon toch dat er bij stilgestaan wordt. Dus de erkenning zit meer dat ik voor mezelf weet dat ik met dingen bezig ben waar ik achter sta. Dus dat is de eigenlijke reden om dit soort dingen allemaal te doen. En waar bent u op dit moment mee bezig? Ja, met van alles. Laat ik er maar eentje noemen, het is wel een grappige. Sinds 2 weken ben ik nog een keer ridder, want we hebben de Schiedamse Bomenridders opgericht. Om daar maar eentje te noemen. Morgen ben ik weer in Venlo voor het ontwikkelingsbedrijf Venlo. Om een paar bomenopstanden, kwekerijen te taxeren. En maandag ben ik weer in Londen om naar een park te gaan kijken wat op een gebouw moet komen. Nou ja, zo is er iedere dag wat leuks. En als u nu naar al die jaren die u al bezig bent zou moeten zeggen van dit is echt mijn mooiste herinnering aan al het werk die ik tot nu toe heb gedaan. Wat zou u dan noemen? Ja, ik denk dat dat toch wel die kastanje in Den Haag is die ook genoemd werd vandaag. Dat was een boom in 1995. Toen was ik nog, wat was ik toen? 26. Nee, 6. Nou, maakt niet uit, maar in ieder geval nog erg jong vergeleken met vandaag. En iedereen had gezegd die boom is onverplantbaar. Ook de Universiteit Wageningen. Dus iedereen zei eigenlijk het gaat niet. En ik dacht het gaat wel. Ik ga de uitdaging aan. Ik ga hier een wereldrecord mee vestigen. En we gaan die boom succesvol verplanten. Nou en uiteindelijk was een enorme opgave. Want het heeft echt wekenlang werk gekost voordat we het voor elkaar hadden. Maar toen die dan eenmaal op zijn plaats stond. Op zijn nieuwe plek. En die, net als deze tijd van het jaar weer vol in bloem en blad kwam. Hè, kastanjes bloeien uitbundig. Ja, dat was wel het mooiste moment om te zeggen, nou, het is inderdaad gelukt. De onverplantbare boom is succesvol verplant. Nou, mevrouw Van Beers, u heeft ook een leentje gekregen. Kunt u even in het kort uitleggen waarvoor u die heeft gekregen? Voor mijn vrijwilligerswerk, wat ik doe bij verschillende organisaties. Ja, wat moet ik er verder over zeggen? Wat is voor u uw mooiste herinnering aan al het werk wat u tot nu toe heeft gedaan? De opbrengst, wat voor een goed doel. En de glimlach van de mensen waarvoor ik het doe. En alles eigenlijk. De dankbaarheid die je ervoor terugkrijgt, dat is niet meer geld te betalen. Dus. Want voor u is echt het belangrijkste dat het voor de mensen is. Dus zeg maar, u doet het niet voor uzelf, u doet het echt voor de mensen. Ja. Ik vind, we moeten allemaal aan elkaar denken en wat voor elkaar doen en elkaar steunen. Dat is gewoon belangrijk. Dat moet zo blijven, hoop ik. En hebben de mensen in uw omgeving het heel goed voor u geheim kunnen houden dat ze u hadden genomineerd voor een lintje? Ja, dat hebben ze zeker. Ja, ik ben totaal overvallen. Dus ik kreeg de schrik toen de burgemeester kwam en ik dacht, wat komt die nou in hemelsnaam doen? Ik dacht, oh jee, ik heb helemaal, ze hadden me wel kunnen wat zeggen dat er een rondleiding is of zo. Maar dat was dus niet. Het was voor mijzelf, dus ja. Kunt u vertellen wat er gebeurde toen de burgemeester langskwam? Ik stond in het verpleeghuis en ik was aan het werk. Ik was de bestelling aan het weg opruimen. En toen ging de lift open. Automatisch kijk je gewoon vanzelf wie er uit de lift komt. En toen kwam er een hele delegatie. Ik dacht zo. Ik denk, dat is de burgemeester volgens mij. Ik dacht, en Mirjam? Ik dacht, nou, ze hebben helemaal niet gezegd. Wat komt hij hier doen? Ik dacht, zeker een rondleiding voor het ziekenhuis of voor het huis of zo. Ik dacht, het zal wel goed zijn. Hè? En toen komt die burgemeester naar mij toe. Ik denk, oh jee, ook dat nog. En toen vroeg hoe het met mij ging. Ik dacht, ja, wat maakt dat nou uit? Ik zeg, goed. En toen zei hij, ja, maar ik kom voor u. Nou, en toen dacht ik, oh jee, er gebeurt wat. Hè? Wat weet ik niet. En toen zijn we naar het kantoortje gegaan. En toen zag ik pas dat die delegatie mijn familie was. Mijn kinderen en mijn man, hè, die erbij waren. Die had ik helemaal totaal niet gezien. Ik was alleen maar van, oh jee, hoe gaat dat? Nou ja, toen werd het gezegd dat ik dat zou krijgen. Dus ja, dat was een hele verrassing.
En hoe voelt u u nou na het krijgen van zo'n lintje? Ja, hoe moet ik het zeggen? Heel blij. Ik ben heel dankbaar dat mensen zoveel voor mij doen eigenlijk. Hè? En ja, ik vind het heel normaal, maar ja, het schijnt... Hè? Ja, ik vind het gewoon heel fijn dat zoveel mensen er eigen ingezet hebben en echt ook menen. Hè? Wat ze, ja, dat ze blij met me zijn, laat ik het zo zeggen.